We staan vandaag bij een betoging voor vreemdgangerswebsite Ashley Madison. 8000 gebruikers zijn de straat op gegaan om hun afkeer te tonen tegen de smerige hacker die de privéinformatie van deze brave familiemensen heeft weten te bemachtigen. Hier onze reportage. En wie van jouw ouders zat er op die vieze website? Mijn vader, ja. Meneer, zat u ook op die beruchte website? Nee, ik kon er niet mee inloggen. Wat heeft u voor computer dan? Een Commodore. Nou ja, wel thuiskomen voor het eten, maar ondertussen wil jouw vrouw aanhouden. Mijn vrouw? Mama, wat doe je met een pistool? Even wachten tot papa voorbij komt. Homo's kunnen ook vreemd gaan. Jee. Vrouw? Nou, ik zit zelf niet op de site hoor, maar ik ben hier om vreemdgangers te spotten. Je kunt ze meestal kennen aan gele hesjes en joviaal gedrag. En chartels? Nee, niet in het openbaar. Ashley Madison. Ah, bevenieren. Goor hè, bevenieren. Pleeg geen overspel. Pleeg geen overspel. Anders brand je in de hel. Anders brand je in de hel. Alle overspeligen zullen branden. Jullie zijn gelovig? Ja, we supporten Ferry Doedens. Wel aardig acteur, een beetje. Ja, vinden we wel leuk. Ja, min of meer. Doet Ferry Doedens liedje. Ferry is een homofiel. En zo eindigen wij deze reportage met het oud-Nederlands gezegde: als de kat van huis is, neemt men de buurvrouw over tafel.